feestdagen is eigenlijk een hele spannende periode bij bol.com. Het is dan enorm druk in onze winkel. En als het heel druk is in onze winkel, dan is het eigenlijk ook heel druk bij IT, logistiek, customer services en ook bij marketing. Maar dat maakt deze periode tegelijkertijd ook wel heel erg leuk. Want alleen door echt nauw samen te werken met elkaar, kunnen we die ontzettende drukte en die uitdaging met elkaar tackelen. De feestdagen bij bol.com worden natuurlijk elk jaar groter, omdat bol.com een enorme groei doormaakt. We proberen die hectiek en die drukte natuurlijk zoveel mogelijk achter schermen te laten plaatsvinden, zodat we onze klanten uiteindelijk echt zorgeloze feestdagen kunnen bezorgen. De feestdagen beginnen eigenlijk al wanneer de vorige feestdagen nog niet zijn afgelopen. Zo beginnen in januari al de eerste kerstbeurzen en gaan we in maart al beginnen met schrijven aan de feestdagenstrategie. Dus als heel Nederland met 40 graden aan het zwembad ligt, nou, dan zijn wij al aan het nadenken van wanneer starten we de Sint-campagne en wat gaan we doen met Black Friday. Nou, de drukste dagen zijn voor ons echt heel hectisch. We komen dan met z'n allen bij elkaar om naar de KPI's te kijken, zoals klanttevredenheid en onze sales, en te kijken of alles goed loopt. Maar we zorgen dat de klant, en dat heeft echt onze prioriteit, daar aan de voorkant niks van gaat merken. Het feestdagenseizoen is officieel geopend. Let's do this!